Ik ben nu bezig met een diamant. Ik heb net al een zwaluwtje bij haar gezet. En ja, hij is al bijna klaar, nog een paar minuten. En dan, ik denk wel 10 minuutjes, staat hij er wel op. Wie zich wilde laten tatoeëren door Ben Saunders, kon donderdag 2 augustus terecht in Tattoo Shop Kingdom in Alkmaar. De zanger was hier aanwezig om zijn grootste fans te tatoeëren. Op welke leeftijd heb je bij jezelf een tatoeage laten zetten? Ik was 15. Toen kwam mijn eerste en toen ik 19 was, had ik al, ja, mijn armen waren toen al vrijwel vol. Het is wel heel snel gegaan. En wat was je eerste tatoeage? Een roos met mam erin. Ik kon mijn moeder ook niet boos worden, snap je? Op welke tatoeage ben je het meest trots die je bij iemand hebt gezet? Ik denk dat het wel mijn eerste tattoo moet zijn die ik bij mijn vader heb gezet eigenlijk. Want ja, daar begon het eigenlijk allemaal. Dat was de naam van mijn moeder, met een bloemetje. Hoe oud was je toen je die tatoeage hebt gezet? Ik was, denk ik, 5 of 6. 5 of 6 en dan al een tatoeage zetten? Ja, bij iemand anders, bij mijn vader, niet bij mezelf. En dat ging allemaal goed? Ja, tuurlijk. Hoe gaat het trouwens op dit moment met je? Waar ben je allemaal mee bezig? Ja, qua muziek ben ik dan bezig met een nieuw album. Die is al klaar eigenlijk en die komt 7 september in de winkels. En ja, die is echt helemaal top. En kun je vertellen hoe een van de nummers heet of hoe het album heet? Ja, het album die heet Heart and Soul. Gewoon simpelweg omdat ik gewoon mijn hart en ziel gewoon erin heb gestopt. En op de albumcover zie je ook dat ik met een echt hart staan dat ik die zeg maar geef. Dus ik geef gewoon mijn hart en mijn ziel. En behalve muziek maken heb je de laatste tijd ook andere dingen gedaan? Zoals op reis met Johnny de Mol naar een bepaald land? Thailand. Hoe was dat? Ja, dat was helemaal de bom. Ik ben nog steeds mijn slaap aan het inhalen. Wat heb je daar allemaal uitgesproken dan? Nou, we hebben een tattoo laten zetten. Dat is wel een leuke. En welke tatoeage heb je laten zitten? We hebben allebei dezelfde tattoo. En wat het is, ja, dat zie je daar ook wel eigenlijk. Anders geef ik alweer te veel weg, snap je? Is de tatoeage al bijna klaar? Ja, bijna. Nog even. Hoe staat het met jou? Heb je nog een beetje pijn? Ja, de pijn blijft, hè. Maar goed, krijgen we wat moois voor terug, dus.